Van 6 tot 8 oktober werd het NS Try-Out Festival gehouden op station Arnhem Centraal. Tijdens deze drie dagen veranderde het station in een cultureel stadspodium voor artistiek talent. Bezoekers konden genieten van verschillende optredens. Toneel, muziek, film, theater, kunst en literatuur wisselden elkaar af. NS Try-Out Festival, wat gebeurt hier vandaag? Vandaag op het station veel muziek, theater, film, allerlei demonstraties en optredens. Het NS Try-Out Festival komt eigenlijk op verzoek van de NS om meer klantbeleving op het station te hebben. En eigenlijk ook hier op Arnhem, omdat het station al jaren in verbouwing is, een keer wat terug te doen voor alle inwoners uit Arnhem. Om toch een keer wat leuks naast de herrie van de verbouwing, muziek, plezier, dingen te doen op het station. Jullie zijn in de verschillende steden geweest. Hoe was de respons? De respons is, reizigers vinden het eigenlijk allemaal heel leuk. Sommigen zeggen, het is wel veel lawaai op het station, maar eigenlijk zegt iedereen, wat leuk, ik loop hier elke dag rond en ineens is het station een soort podium met theater en muziek. Ja, dat is toch voor heel veel reizigers hun eigen station, wat ineens toch tot iets anders omgeturnd is. Hoe is het met de belangstelling in Arnhem? Wij vinden Arnhem helemaal leuk. Ontzettend leuk, geïnteresseerde mensen. Arnhemmers hebben er zin in op de een of andere manier. Misschien ook omdat het hier al jarenlang niet leuk was, maar iedereen is ontzettend enthousiast. We zijn heel erg tevreden over Arnhem.